Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Bezoldigingsverhoging zorgt voor 20% positieverbetering ambtenarij. Regering houdt situatie binnenland nauwlettend in de gaten. Gezondheidsinstituten staan stil bij Wereldnierendag. Ministerie van LVV wil agrariërs faciliteren middels sterke instituten. Openbare werken geeft groen licht voor uitbetalen aannemers. En ministerie van Defensie lanceert recycleproject Think Green, Act Green. De door de overheid overeengekomen bezoldigingsverhoging met vakorganisaties betekent een 20% lotsverbetering voor de ambtenarij. Volgens Maurits Hassan Khan, voorzitter van het onderhandelingsorgaan, was er vanaf het begin een discrepantie tussen het bod van de overheid en de eis van de gesprekspartner. Hij merkt op dat nu het netto en het bruto bedrag in percentages zullen stijgen. De vakbonden, als je met een bepaald bedrag komt, dan gaat men zeggen, ja, dit is uw bod, maar onze eis is zoveel. Dus er is vanaf het begin een discrepantie geweest van wat de overheid bereid was te geven en wat de vakbonden eisten. En in de loop der tijden, wat de overheid heeft aangeboden, waren bonden niet eens. We zijn begonnen met na de incorporatie van die toelagen. Daarop eerst een berekening te maken van wat gaat het 10% kosten. Dat hebben we voorgelegd. Men was niet mee eens. We zijn daarna met 15% gekomen. En dat was een vrij hoog bedrag dat de overheid zou kosten per maand. Men was daar ook niet mee eens. En uiteindelijk, na heel veel rekenwerk, is de overheid gekomen met wat men noemt 17% van de totale begroting van salarissen die de overheid uitgeeft. En dat is dan dat percentage dat genoemd wordt. Maar dat is 17% voor alle uitgaven ten behoeve van de ambtenaren. In de praktijk betekent dat die 17% gemiddeld 20% positieverbetering netto betekent voor de ambtenaren. En verder is uitgerekend dat als we kijken naar de bruto bedrag, want men heeft twee bedragen. Als je salarisslip krijgt, dan zie je daarop een bruto bedrag. Van dat bruto bedrag worden belasting afgetrokken, pensioen, premie, etc. En bruto bedrag totaal gemiddeld 87%. Ik wil nogmaals herhalen, 87% bruto zijn de ambtenaren gemiddeld vooruitgegaan. Maar dat is niet iedereen 87, sommigen zijn meer vooruitgegaan, anderen minder. En ik wil u aangeven op de lijst die door de mensen van Financiën is gemaakt, is het percentage, het laagste percentage is 45%, dat is de hoogste inkomensgroepen. En het hoogste percentage, 158% bruto. Dus dat is een vrij hoog percentage. 87% gemiddeld en variërend tussen 45% en 150%. Dat is bruto. De regering in deze, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, houdt de situatie in het binnenland nauwlettend in de gaten. Verschillende gebieden in dit deel van Suriname zijn vanwege de aanhoudende regens getroffen door ernstige wateroverlast. Dit doordat rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Het ministerie heeft van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing rapportage ontvangen over de gebieden Pamaka, Matawai en Tapanahoni. Er wordt nu een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan hulppakketten voor deze gebieden.
Intussen heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur besloten leerkrachten van hun standplaats in het district Palewini terug te halen naar Paramaribo. De departementsleiding zal er alles aan doen om in contact te blijven met de leerlingen, zodat zij niet achterraken op het onderwijsproces. Vandaag, donderdag 10 maart, is het Wereldnierendag. Op deze dag worden wereldwijd activiteiten ontplooid om mensen bewust te maken van het belang van onze nieren voor de algehele gezondheid. In dit kader organiseerde het Nationaal Nierdialyse Centrum, ondersteund door andere gezondheidsinstanties, eerder op de dag een voorlichtings- en preventieactiviteit. Het thema was Kidney Health for All. Dit is eigenlijk de Nierdialyse Centrum. We zijn naast het Slaans Hospitaal. En de reden van vandaag is eigenlijk dat we de samenleving eigenlijk uitnodigen om het status van hun gezondheid te komen kijken. Dat wil zeggen dat je bent in de gelegenheid gesteld om je bloeddrukken te meten, om te kijken of het in een normale waarde is, je glucose, informatie over HIV. We hebben BioG ook die ons ondersteunt met roken, mentale gezondheid. Ja, we hebben ook een arts die zich bezighoudt met niertransplantatie. Ook zij heeft een stentje. Ja, dus eigenlijk meer informatie over de nieren eigenlijk en het gezond leven. Directeur, vandaag is het Internationale Nierendag. Waarom zijn onze nieren zo belangrijk? Wel, het is belangrijk omdat de nieren ervoor zorgen dat ten eerste de afvalstoffen van het lichaam verwijderd worden. De nieren reguleren de vochtbalans, die zorgen ervoor dat er een goede elektrolytenniveau is in het lichaam. Ze zorgen voor de omzetting van vitamine D. Ze zorgen voor de productie van een stof waardoor onze rode bloedcellen ook op niveau zijn. Maar belangrijk is dat er twee chronische ziekten een groot deel verantwoordelijk zijn voor de beschadiging. Dat is suikerziekte en hoge bloeddruk. En die twee ziekten die zijn ook door ons gedrag te beïnvloeden. Wat moet je eten, wat moet je niet eten? Dat kan ik niet in 30 seconden vertellen. In principe is niks verplicht of is niks verboden, zeg maar. In principe mag je wel alles eten. Wat wij als diëtisten proberen te leren is dat een goede balans in je voeding wel heel erg belangrijk is. Weinig zout, omdat het bekend is dat sowieso zout en zoutrijke smaakmakers, maar voeding dat veel natrium heeft, dat slecht is voor de nieren. U heeft net gezegd dat mensen eigenlijk weinig tot geen zout moeten eten. Wat kan men dan gebruiken om toch het eten zo smakelijk mogelijk te maken? Ja, kijk, we associëren zout met dat geeft smaak aan ons eten. Heeft het eten geen zout of voegen we geen zout toe aan onze voeding of aan onze eten, dan heeft het al geen smaak. Toch? Maar smaak kunnen we dus ook vinden in andere smaakmakers, andere specerijen. Meneer Rosan, zelf als een nierpatiënt, wat is uw boodschap aan de gemeenschap? Kijk, de gemeenschap moet opletten op hun voeding. Dat is het belangrijkste. De voeding, zijn rusttijd en matig eten en gezond eten en gezond drinken, matig drinken. Nou, als het voor de gezondheid gaat, dan moet je natuurlijk weten wat je moet gebruiken, wat je niet moet gebruiken. En wat je moet eten. En wat goed is voor je lichaam. Wat is de belangrijkste boodschap die de mensen meekrijgen? De belangrijkste boodschap is dat je sowieso, dus het bewust maken van het belang van de nieren in het lichaam. En dat wij middels gezond levensstijl zoveel mogelijk moeten proberen om onze nieren te beschermen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij streeft ernaar agrariërs te faciliteren middels sterke instituten. Hierdoor hoeven zij zich slechts te concentreren op de agrarische productie. In dit kader buigt het parlement zich deze dagen over de wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness. Minister Parmanan Soudin ging op dinsdag 8 maart
in op het agrarisch beleid. Voorzitter, ik zou graag kort willen ingaan op het agrarische beleid om dit in te kaderen waardoor de plaats van het instituut en de NOVA veel duidelijker wordt binnen het geheel van het agrarisch gebeuren in Suriname. Het agrarisch beleid moet ook bekeken worden binnen het kader van de uitdagingen waarmee wij momenteel te maken hebben, zoals de Rotlet Jogi aangegeven, de klimaatsverandering, voedselzekerheid, ook vanwege de oorlog in Europa en de alsmaar stijgende prijzen van olie en andere inputs, de voedselveiligheid, etc. etc. Voorzitter, het doel welke wij op het ministerie van LVV nastreven is om de agrariërs dusdanig te faciliteren middels het opzetten van sterke instituten, waardoor zij zich slechts hoeven te concentreren op een core business en dat is de productie van agrarische producten. Uw leden hebben in deze het ook gehad over het creëren van de randvoorwaarden. In dit kader wil ik noemen zorg dragen voor een goede waterhuishouding. We voelen nu al de gevolgen van de klimaatsverandering en daardoor stijging van de zeespiegel en verandering van de seizoenen zoals we die gekend hebben. Het instellen en operationalisering van waterschappen zou in deze een belangrijke oplossing kunnen bieden. Voorzitter, een betere structurering van de totale sector is ook een vereiste, waardoor vele inefficiënties weggewerkt kunnen worden. In dit kader kan ik het instellen van productschappen noemen, waarvoor reeds een conceptwetsvoorstel op productschap is ingediend bij uw college, waarvan ik hoop dat de behandeling spoedig opgepakt zal worden. De totale sector dient centraal aangestuurd te worden, niet alleen door de overheid, maar samen met de private sector. In andere landen hebben dit model tot versnelde ontwikkeling van de agrarische sector geleid. Het opzetten van verwerkings- en afzetfaciliteiten in het herstelplan, welke ook door het college goedgekeurd is, staan diverse projecten welke op korte termijn opgestart zullen worden. Om de exportmarkt te kunnen betreden, maar ook om de lokale voedselveiligheid te garanderen, is de NIFS-wet ruim een jaar geleden goedgekeurd. En ik kan u mededelen dat equipments ten behoeve van de labfaciliteiten reeds voor een groot deel zijn geïmporteerd en deze worden momenteel geïnstalleerd. Onderzoek, agrarisch onderzoek, staat aan de basis van de agrarische ontwikkeling. Hiertoe zijn voorbereidingen gaande met buitenlandse universiteiten en instituten voor ondersteuning aan onze instituten hier in Suriname. De agrarische voorlichting, deze dienst zijn wij bezig helemaal om te bouwen naar de hedendaagse standaarden. Waar je vroeger voorlichters had die over alles een beetje wisten, gaan wij nu naar een systeem waar er per gewas of product specialisten aangesteld zullen worden. Ook de in te stellen productschappen zullen in deze een belangrijke rol toebedeeld krijgen. Momenteel hebben wij een deskundige aangetrokken om de mogelijkheden te bekijken voor introductie van crop insurance. En last but not least zitten wij midden in de discussie over het instellen van een kredietinstituut, NOVA genaamd, waarmee wij op maat geseden krediet willen verlenen aan de agrarische producenten. Het ministerie van Openbare Werken heeft in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning groen licht gegeven voor het doen van achterstallige betalingen. Het gaat om betalingen aan aannemers die in opdracht van de Wegenautoriteit maaiwerkzaamheden hebben uitgevoerd. Naast deze groep betreft het ook personen die tijdens de wateroverlast in 2021 vanaf april tot november werkzaamheden hebben uitgevoerd in opdracht van de clusterministeries Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Regionale Ontwikkeling en Sport. De nieuwe Raad van Toezicht bij de Wegenautoriteit trof bij overname in november 2020 tal van achterstallige betalingen aan. Na gedegen onderzoek en inventarisatie is met de minister van Financiën en Planning afgesproken
de betalingsachterstand iedere maand in delen beschikbaar te stellen. Het ministerie maakt verder een bedrag van 60 miljoen Surinaamse dollars beschikbaar voor uitbetaling van aannemers die werkzaamheden hebben uitgevoerd in het kader van de wateroverlast. De schadekosten als gevolg van deze situatie waren opgelopen tot 120 miljoen Surinaamse dollars. Het resterende deel wordt uitbetaald zodra de begroting van 2022 is goedgekeurd. Minister Krishna Mathura van Defensie heeft op donderdag 10 maart 2022 samen met directeur Ivan Hasnu van Amereco, Amazon Recycling Company NV, de officiële launch van het recyclingproject Think Green Act Green verricht. Het project is een initiatief van de bewindsvrouw in het kader van het beschermen en behouden van het milieu. Waarom doen we dit project zo? Officieel launchen, officieel openen, een beetje rugbaarheid geven. Omdat dit project voor ons heel bijzonder is en heel belangrijk is. Niet alleen als defensie, maar als samenleving. Als land. En daarom deze officiële launch. Eerder heb ik al gezegd, dit land is van ons. Van u, van ik. Van ons, van u en van mij. Van ons allemaal. En we hebben de plicht en de verantwoordelijkheid om alles te doen om dit land verder te ontwikkelen. Maar ook om dit land schoon te houden. Om flora en fauna van dit land te behouden, te beschermen. Om dit land te beschermen voor generaties die na ons gaan moeten komen. En dat kunnen we alleen doen als we heel duurzaam omgaan met onszelf, ons klimaat, ons milieu, onze omgeving. Als we zuinig ermee omgaan. En ik zal niet herhalen wat de effect is van plastic en van afval in de hele wereld. Generaties lang kampen Surinamers met vuil die we gedumpt hebben in diverse gebieden. Neem maar Domburg, Highway, Charlesburg daarachter. En zo zijn er een heleboel plekken waar het vuil onverantwoord eigenlijk kan je zeggen gegooid is en waar die samenleving last van heeft. En wij hebben ook bijvoorbeeld in de afgelopen periode gekeken op ontplofbare stoffen, ammoniumnitraat, die midden in de samenleving was. Waar we ook actie hebben ondernomen om te zeggen van luister, we gaan het verplaatsen en we gaan er zorgvuldig mee om. En we gaan ons houden aan de veiligheidsvoorschriften. Dat was het eerste project. Vandaag hebben we gezegd van nee, we gaan ook kijken binnen Defensie hoe we een bijdrage kunnen leveren aan dat we minder afval in de natuur krijgen. Het recyclingsbedrijf zijn we in 2009 begonnen. En we hadden bepaalde mensen die een beroep op ons hadden gedaan. Omdat we bepaalde infrastructuur hadden die goed paste bij het oprichten van zo'n bedrijf. En ik was helemaal voorstander van het recyclen. Omdat ik ook mijn ontwikkeling op dat moment was ready ervoor. En ik heb me toen dan helemaal ingezet. Omdat ik ook een spiritueel mens ben. Het bedrijf loopt goed op dit moment. Maar we hebben ook mindere tijden gehad. Omdat we te maken hebben met een wereldmarkt. Die soms goede prijzen heeft. Maar aan de andere kant weer minder goede prijzen. Waardoor je dan voor die periode dan oplossingen moet zorgen. Voor oplossingen moet zorgen dat je het bedrijf door kan gaan. Continueren met verlies. En daarvoor hadden we een paar jaar geleden hadden we de medewerking gevraagd van veel bedrijven, grote bedrijven, die ons een bijdrage gingen geven om te kunnen blijven recyclen. Met karton, met plastic, gaven ze ons een fee waardoor we door konden gaan. Maar intussen hebben we al 2 jaren die fee afgebouwd omdat de prijzen redelijk zijn. Omdat de prijzen zijn ook gerelateerd aan de aardolieprijzen. Dus als de aardolieprijs omhoog gaat, dan gaan onze prijzen ook een beetje omhoog. En dus op die manier.
Kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.